Het Stedelijk Museum Schiedam besteedt vandaag op Internationale Vrouwendag aandacht aan vrouwelijke raadsleden, maar juist ook aan de allereerste vrouwelijke raadsleden. Betje en Steen waren de eerste twee vrouwen in de gemeenteraad van Schiedam. En dus ook een van de eerste in Nederland. Want dat was heel bijzonder in die tijd, want in 1919 kregen vrouwen eerst passief stemrecht en daarna, een half jaar later, actief stemrecht. Dus ja, je kunt wel zeggen, zij waren echt degene die de weg hebben geplaveid voor de vrouwen die nu eigenlijk in de, in de gemeenteraad zitten. Het Stedelijk Museum is vanwege verbouwing en uiteraard vanwege het coronavirus gesloten. Daarom houden ze een online campagne op social media en verspreiden ze deze posters. Daarin zetten ze twee huidige raadsleden centraal. Beide dames merken dagelijks nog in de raad dat vrouwen onder worden gewaardeerd. Wat je ziet is dat um, er nog steeds veel seksisme is in de politiek. Dus dat de positie van een vrouw. dat je altijd harder moet vechten, harder moet knokken om uh, nee, gerespecteerd te worden als uh, politica. Uh, er wordt al gauw gedacht dat je alleen maar over de sociale onderwerpen het woord kan voeren. Uh, wanneer je met emotie spreekt over een bepaald onderwerp. dan word je al snel aan de kant gezet als hij bij of als. Uh, nou ja, een beetje over uh, emotie. Geneel, in plaats van uh, een politicus die gewoon opkomt voor uh, zijn achterban of haar achterban? Nou ja, uh, niet per se omdat ik vrouw ben, maar een vrouw met kleur en hoofddoek. Uh, ik merk wel dat ik daar tegenaan loop. Um, recent is ook bijvoorbeeld het boerkaverbod uh, ingevoerd. Ik vind het jammer dat uh, mannen belangrijke keuzes nemen over vrouwen. En uh, dat we eigenlijk toch wel onder druk worden gezet, terwijl we best wel voor onszelf op kunnen komen en in die gelegenheid gesteld moeten worden. Meer weten over de eerste vrouwelijke raadsleden, kijk dan op de social media-kanalen van het Stedelijk Museum Schiedam.